Ja, zo in die aanloop naar het oud jaar, weet je wel, dan gaan je gedachten toch alweer vooruit naar het nieuwe jaar. En dan denk je, wat zou ik nou graag veranderd willen zien, hè, in het nieuwe jaar. En ja, maar, en dat kwam toch al heel snel bij mij, kwam boven drijven toch, dat ik heel graag af zou willen van het woke gebeuren, vrienden. Ja. En ik neem aan dat het bij jullie een beetje hetzelfde is. Ja, toch? Die deugers allemaal. Die ontzettende deugers. Die werkelijk kotsmisselijk word je van ze. Ja, en politiek correct ook nog eens een keer. En daar word je soms nog misselijker van. Ja. Als we daar nou eens van af zouden kunnen in het nieuwe jaar. Dat zou toch... Dat is wel... Mijn allergrootste wens, hoor, want ze sluipen gewoon die samenleving in. Want weten jullie het nog, met die Tim den Beste? Kan je het nog herinneren? Die stond daar in Amsterdam bij de Pride en er kwam een of andere collega langs. En die heette Nicolaas, dus hij zingt lollig, weet je wel. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. En hup, daar viel heel Nederland over hem heen. Ja, want het woord... Knecht mag niet meer van de afdeling deugen. Nee, dat kan niet meer. En toen moest hij dus ook nog eens een keer, ten beste ook weer helemaal in de war, door het woke gebeuren, moest hij huilend zijn excuses maken. Kan je dat nog herinneren, vrienden? Zo ver gaat dat met dat woke gebeuren. En pas geleden, heb je dat nog gelezen? Pietje Pel mag niet meer vertoond worden onder 12 jaar. Vroeger niks aan de hand, gewoon allemaal dik in orde, Pietje Bel. Nee, dat kan niet meer. Moet er voorzichtig zijn met die kinderen. En er mag ook niks meer tegen gezegd worden tegen die kinderen. Kijk uit en ja, en dat, die wordt al hele watjes generatie komt eraan door dat woke gebeuren, vrienden. Het, als houtrot, dat is het. Zitten ze al in de maatschappij. Ja, en ze krijgen hier en daar al een klein beetje houvast. Ook volgens mij ook al bij de NPO zitten ze ook al vrolijk mee te vergaderen. Het woke gebeuren, lekker politiek correct. En ja, dat is zo vervelend. Want allerlei woorden kunnen ook niet meer. Nee, je mag niet meer zeggen brandweerman. Nee, het is brandweerkracht. Hoe heet hem? Ronald Koeman, die heeft zijn naam ook veranderd. Ja, hoezo Koeman? Nee, Koekracht heet hij tegenwoordig. Ja, het woord blank kan niet meer. Nee, want het moet wit zijn. De blanke vla wordt dan weer witte vla. En allemaal die gekkigheid, die gebeurt er nu. Ja, een vrouw bestaat niet meer. Vrouw, nee. Dat is een persoon die menstrueert. Ja, dat je dat wel beseft gewoon. Ja, dames en heren, bestaat niet meer. Dat is gewoon geachte aanwezigen. Verder mag dat niet gaan natuurlijk. Gaat veel te ver, dames en heren. Nee, tuurlijk, kan niet. En moedermelk bestaat ook niet. Nee, dat is mensenmelk. En zo gaat het maar door, beste vrienden. En dat niet alleen in de taal, maar ook in ons gedrag. Willen ze ons beïnvloeden? Tussen man en vrouw, dat moet allemaal heel anders. En grensoverschrijdend is bijna alles. Als je ook maar iets zegt of iets doet, dan is het toch grensoverschrijdend. En dan worden er natuurlijk allemaal slachtoffers meegemaakt. Ook met Ariep hebben we gezien in de Tweede Kamer. En die man bij de Partij van de Arbeid, die sneuvelen allemaal in deze flauwe kul van de woke. En daarom, vrienden, ik hoop zo dat we in het nieuwe jaar de houtrot van de woke, dat we dat kunnen stoppen. Ja, vrienden. En dat niet de deugers de overhand krijgen, maar dat wij, want wij zijn dan, wij deugen niet, wij zijn de deugnieten. Ja, en hoop ik wel dat wij, de deugnieten, dat wij winnen.